Ik vind de periode tussen kerst en oudjaar altijd een heerlijke periode om kranten te lezen. Die zijn dan goed gevuld met terugblikken over het aflopende jaar en vooruitblikken over het nieuwe jaar. Dat terugblikken stond natuurlijk bol van corona. Maar tot mijn verbazing las ik in de categorie vooruitblikken een aantal Hosanna-voorspellingen. We gaan de Roaring Twenties tegemoet, als we een aantal economen mogen geloven. De economie gaat weer explosief groeien, want er zijn heel veel mensen die gedurende de coronaperiode weinig geld hebben uitgegeven. En nu brandt het geld bij wijze van spreken in hun handen en ze popelen om het uit te geven. En dat is goed voor de economie. En eerlijk moet ik zeggen dat ik zelf ook wel weer eens heel veel zin heb in een paar nieuwe schoenen of zo. Maar die economische groei geldt niet voor iedereen. Uiteraard werd in al die jubelartikelen ook vermeld dat er een minder gelukkige groep is. Dat zijn de zelfstandigen die op een faillissement afkoersen. Vele zelfstandigen hebben hun spaarpot verteerd en zich zwaar in de schulden gestoken. Zie daar maar weer uit te komen. Op dit moment zijn er al heel veel ondernemers die het financieel heel zwaar hebben. De TOZO, de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers, is in veel gevallen slechts een doekje voor het bloeden en bij lange na niet genoeg om alle lasten te dekken. Ook hebben heel veel ondernemers uitstel gekregen om belasting te betalen of de huur is opgeschort door hun huisbaas. Maar al die sympathiek klinkende maatregelen betekenen wel dat die ondernemer nu met forse schulden zit. Recent is er veel aandacht in de media voor het feit dat zelfstandigen met schulden bijna overal bot vangen. Of in ieder geval zelf het idee hebben dat zij nergens terecht kunnen. Het zit een zelfstandige ook niet echt in het bloed om hulp te vragen. Hij is niet voor niets zelfstandig gaan ondernemen. Toch moeten ze dat wel gaan doen. Want nu niet geholpen worden is straks nog veel meer ellende. Gemeenten hebben de verplichting om zelfstandigen met schulden te helpen. Dat is wettelijk verankerd. Bij ons in West-Friesland hebben zo'n 6000 zelfstandigen gebruik gemaakt van de TOZO-regeling. Enkele honderden hebben al vanaf maart 2020 geen eigen inkomsten meer en leven van die minimale TOZO-uitkering. De kans is groot dat zij inmiddels schulden hebben opgebouwd. De komende weken gaat Werkzaam met deze zelfstandigen in gesprek om de mogelijkheid van omscholing te bespreken. In die gesprekken kaarten we ook de financiële situatie aan en gaan we de zelfstandigen wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Het begint bij openheid en het onderwerp bespreekbaar maken. En hoe moeilijk dat ook is, het is wel de eerste stap naar een oplossing. Hopelijk geeft dit de eerste aanzet. Heb je naar aanleiding van deze vlog vragen? Bel of mail dan met je contactpersoon bij Werkzaam.